Goeiedag en welkom bij deze instructievideo van Mercedes-Benz. Ik zit vandaag in een C-klasse uitgevoerd met een command systeem en vandaag gaan we het hebben over de navigatiewerking. We halen hem er gelijk erbij. Hij is te vinden onder het icoontje navigatie in het menu en er opent zich hier gelijk de kaart. Via de touchcontrol op het stuur, de draaiknop of de touchpad is het keuzemenu te openen. We gaan hier verderop in door een bestemming in te voeren en eventueel een thuisadres in te zetten. Gaan we naar bestemming invoeren. We gaan hier een voorbeeld aangeven en als voorbeeld start nemen wij Amsterdam. Wij kunnen door middel van het draaien met de draaiknop kunnen wij een adres erin zetten. Ook via de touch control, via het swipen hiervan, kunnen wij switchen tussen de letters. Maar ook via hier kunnen wij switchen in de letters. Gaan wij Amsterdam gaan we erin zetten. En na de A en eventueel de M zien wij Amsterdam al staan. Door het naar boven zetten van de draaiknop openen wij hier de suggesties. Staan wij op Amsterdam, klikken wij hem aan en kunnen wij verder met de straat invoeren. Dit gaat weer precies op dezelfde manier. Wij nemen als voorbeeld de Damstraat. Geeft hij een suggestie, tikken we hem aan en kunnen we via hier, zouden we eventueel nog een nummer in kunnen geven. Dat kan ook weer geswitcht worden in het menu, maar we kunnen hier ook al de bestemming overnemen. Nemen wij over. De route wordt berekend. En wordt de route berekend. Mocht u dit adres als thuisadres in willen stellen, openen wij hier het menu. Rij naar de getoonde route alstublieft. Gaan we naar laatste bestemmingen en overige. Laatste bestemmingen. En zien wij hier de Damstraat. Op het moment dat wij hierop staan, zetten wij de draaiknop naar links. Of swipen wij naar links. En dan opent zich hier ook weer het keuzemenu. En dan kunnen wij als adres thuis opslaan. Klikken wij in. Opent zich de favorieten. Klikken we hem nog één keer aan om te bevestigen. En staat het thuisadres staat erin. Gaan wij weer terug naar navigatie. Halen wij de route, die halen we eruit. Dus via bestemming invoeren kunt u heel makkelijk een nieuwe bestemming erin zetten, uw laatste bestemmingen inzien, uw laatste rijaanwijzing herhalen, tussenbestemmingen en informatie zien, uw route en positie eventueel inzien, ook te vermijden opties, uw routeinstellingen en een kompas openen. En via opties kunt u hier eventueel uw kaartmenu openen, waardoor u de weergave kan zetten. U kunt een plaats opslaan en u kunt eventueel iconen op de kaart weergeven. Ook de kaartinhoud kunt u hierin veranderen en u kunt alles instellen. Meldingen inzetten. En eventueel tekstformatie, brandstofreserve, uw live traffic abonnement info inzien, uw kaartversie bekijken en informatie over het navigatiesysteem instellen. Het belangrijkste is de bestemming invoeren en eventueel de laatste bestemmingen en een thuisadres opslaan. U kunt uit laatste bestemmingen, openbare favorieten of speciale bestemmingen zou u ook kunnen openen. Maar u zou hierin ook bijvoorbeeld uw werkadres op kunnen slaan of gewoon op kunnen slaan als openbare favoriet als u die plek veel bezoekt. Hopende u hiermee voldoende van dienst te zijn geweest.